Over de breuk tussen Ruud de Wild en elkaar Gulsen is de laatste maanden ontzettend veel geschreven. Eerst ze aan dat ze normaal uit elkaar waren gegaan. Dit bleek in de maanden die volgden, toch heel anders in elkaar te zitten. Na de breuk werd Ruud al eerder gespot met zijn nieuwe liefde. Het is hem kennelijk toch gelukt om elkaar in te ruilen voor een ander bekend vrouwtje. Het is alleen nog wel de vraag of hij momenteel oprecht verliefd is of dat hij gewoon zijn ex partner wil kwetsen. Het is momenteel hoe dan ook een opmerkelijke situatie tussen Ruud en elkaar. Waar Yvonne Kondewijer eerst nog aangaf dat Ruud simpelweg niet knap genoeg was voor Faya Loerens, is het hem kennelijk toch gelukt. Ik hoor dus dat Ruud de wilde en Faya Hanna Nicole Loerens officieel verkering hebben. Helemaal in love? Of is dit een wraakactie richting elkaar, Al Aldus Yvonne. Ruud is blijkbaar echt een verschrikkelijke kerel. Het is namelijk bizar, maar Ruud is mensen uit zijn omgeving die nog bevriend zijn met elkaar aan het vragen om te kiezen tussen hem en elkaar. Als ze niet voor hem kiezen, verbreekt hij het contact. Zo verbrak hij recentelijk het contact met zijn manager, en dus die van Olka, Xenia, omdat zij geen keuze wilde maken. Wut, zo laat Yvonne weten op haar Instagram. Waar slaat dat op? Wat heeft deze vrouw jou misdaan? Zo op je pikke getrapt dat zij het heeft uitgemaakt? Of moet je dit doen van Hanna Nicole Louris of zo? Blijkbaar heeft Rui de break-up nog helemaal niet verwerkt en ligt dit erg gevoelig bij hem, vraagt Yvonne zichzelf af.